Ja, ik denk dat we goed beginnen. Het zijn 10, 15 minuten, eerste 10, 15 minuten. Maar nou, we laten het uit onze handen glippen en we spelen het niet goed genoeg uit. We stoten niet genoeg door. En uiteindelijk laten we ons simpel wegzetten bij de goals. Dat niet genoeg doorstoten, hè, van Heracles, dat is ook een beetje, het lijkt wel het verhaal nu van dit moment van deze ploeg. Ja, we hebben het vaker gehad in wedstrijden, dat klopt, ja. Maar ik denk ook als je verdedigend nu kijkt, vandaag zijn we een paar keer gewoon slordig. Waar we op afgerekend worden, die er gelijk in gaan. Met name die 2-0 uiteraard, hè? Want Etienne Fase neemt dan natuurlijk die doeltrap. Wat gebeurt daar? Staan jullie niet op te letten? Ja, we wisten het wel van tevoren. We hebben het ook tegen elkaar gezegd. Naar achter stappen. Ja, hij schiet hem ver. Afstemming niet goed genoeg. We hadden misschien met de middenvelder moeten oppakken. Wij naar achter stappen. Ene duel aangaan, ander naar achter stappen. In ieder geval, dit mag ons niet overkomen. Hoe kan het dat jullie het je nu zo zelf gaan moeilijk maken in de competitie? Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk nooit de intentie. Maar ja, we verliezen gewoon te veel punten op dit soort dingen. Want vooraf had niemand, denk ik, gedacht dat Heracles een van de ploegen zou zijn die in degradatienood zou kunnen verkeren. Ja, nu wordt het wel een alles-of-niets-wedstrijd. Sparta wint vanavond ook nog eens met 2-0. Ja, dat gat wordt heel erg klein. Gat wordt klein, maar we hebben zondag nog een grote kans. We hebben alles in eigen hand. We moeten winnen, klaar. Want dat wordt een finale. Waaraan kan je je vasthouden? Waaraan denk je dat deze ploeg zich kan opkrikken in die wedstrijd? Dat we een team zijn. Als je ziet wat wij afgelopen seizoen, wat er allemaal gebeurd is en hoe we bij elkaar zijn gebleven. Dat zullen we zondag ook moeten doen. En dat moeten we laten zien. Wat voor team wij zijn. Nog één ding. Normaal gesproken zou je dan verwachten als de supporters meereizen vanuit Almelo dat je nu een stream met fluitconcert zou krijgen. Maar dat kregen jullie helemaal niet. Hè? Jullie krijgen eigenlijk nog een applaus. Sorry? Normaal gesproken zou je verwachten als de supporters meereizen uit Almelo. Ze krijgen dit voorgeschoteld, geen doelpunten. Ja, niet echt de wil zoals we vandaag gezien bij Heracles. Dat ze dan jullie zouden uitfluiten, maar je kreeg juist een applaus. Ik snap dat het er niet uitziet als dat we de wil niet hebben. Maar dat kan ik garanderen, dat is niet zo. En compliment naar de supporters dat ze achter ons blijven staan. Dat hebben wij ook hard nodig in deze fase. We moeten het met z'n allen doen. Zo is het. Dankjewel.